leuke bus, een mooie bus. Er komen veel mensen, zowel uit Nederland, België, maar ook uit Duitsland. Nou, dat zijn allemaal belangrijke productiegebieden voor groente en fruit, waar wij een belangrijke rol in spelen. Dus het is een beurs waar je veel telers spreekt, maar ook veel collega's en collega's, veel distributeurs, waar we veel mee van doen hebben. Dus al onze belangrijkste klanten, van alle niveaus, komen hierheen om een relatie te onderhouden. En daar kunnen wij mooi van profiteren. Daarom is het belangrijk dat we hier staan, dat we het groot uitpakken. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe, mooie nieuwe prei, een nieuw IJsla ras. Wat door de telers zeer gewaardeerd werd afgelopen jaren in de proeven. Ook hebben we nieuwe broccoli types en bijvoorbeeld deze lekkere snackpaprika. Tomaten, koppers, kip, pasta, dat kan niet. Zoals komt ze door. Ik had geen meer dan euren, ik had geen autonarische, saubere culturen. Dan hebben ze een goed jaar. Maar wij vinden het wel, als wij hier professionele info willen, dan vinden wij hier overal waar we die maar zoeken. En mocht u het hebben gemist hier in Venray, dan nodig ik u graag uit voor in Gent in januari of op de vroege logistica in Berlijn in februari.